Welkom bij een nieuwe vlog. We gaan naar de kapper. Bikini aan. We zijn met water ingegaan. Goedemorgen. Het is woensdag. Niet maandag. Ik zou natuurlijk eigenlijk maandag een nieuwe vlog starten, maar welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag, want ik was 2 dagen ziek. En we hadden het op zich al aan kunnen zien komen, want zondag zei ik al, ik ben niet zo fit. Zaterdag zei ik al, ik weet het niet. Dus uiteindelijk is het er toch uitgekomen en heb ik maandag, zondagavond eigenlijk al, toen voelde ik me al niet lekker. En toen heb ik maandag, ik ben ondertussen mijn ontbijt aan het maken, heb ik de hele dag ziek op bed gelegen, dinsdag weer. En toen voelde ik me vanochtend en gisteravond ook al wel weer een beetje beter. En vanochtend sowieso. Ik kon ook echt niet meer nog een dag op bed liggen. Ik verveelde me en mijn hele benen doen zeer. Nog steeds een beetje. Als ik lang lig heb ik altijd het idee dat ik hele zere soort van zeer krijg in mijn spieren of zo van mijn benen. We gaan er weer voor en ik heb helemaal zin om weer gewoon mijn ding te doen. En ik had namelijk zoveel zin in maandag dat ik lekker zo 's ochtends mijn ijskoffertje ging pakken. En dan hou ik altijd van de maandag, ga ik lekker even organiseren, al mijn planningjes weer op orde. Ik heb een soort goal plan notion, daar heb ik helemaal mijn planning in qua wanneer ik ga sporten en wanneer ik ga hardlopen. En dan heb ik elke week een reflectie, hoe alles ging enzovoort. Daar ben ik trouwens mee bezig om die uit te werken. Dus die kan je binnenkort ook online bestellen. Heel leuk. Ja, dat werkt hem dus allemaal niet. Dus dat gaan we vandaag doen. We doen gewoon alsof het maandag is. Ik dacht, ja, ik kan wel vloggen, maar ik voel me niet lekker. Dan ga ik ook niet vloggen. Dat is echt super saai. Doen er ook nog even een banaan op. Ik had mijn havermoutje al even geprept natuurlijk gisteravond. Want ik had helemaal weer zin om in mijn lekkere ochtendroutine te zitten. Dus ik heb vanochtend al lekker een stuk gewandeld en gedoucht, mijn haar even gedaan. Even dat ik me weer helemaal lekker voel. Volgens mij wordt het vandaag 23 graden, maar dat vind ik raar. Dus ik doe gewoon een leuke trui aan. Ik heb wel nu een andere trui aan dan de vorige vlog de hele tijd. Goed hè, die zit in de was. Heerlijk ontbijtje. Havermout, blauwe bessen, of nou ja, bosbessen. Banaan, kwark en er moet natuurlijk nog pindakaas overheen. Ik ga morgen weer hardlopen. Vet zin in. En mijn moeder appte dus net. Norm, wil je misschien morgen mee een koude duik doen? Dus waarschijnlijk morgen, nadat ik heb hardgelopen, spreken we dus vroeg af bij zo'n plekje hier in de buurt. Daar kan je lunchen, eten, maar daar kan je dus ook in het water. En dan gaan we dus in het koude water. En ik vind dat zo leuk. En ik had nooit verwacht dat mijn moeder dat zou willen. Dus het wordt morgen een bijzondere ochtend. Eerst lekker hardlopen en dan loop ik denk ik dus ook naar dat water toe. En dan vanuit daar gaan we meteen het water in. Dan naar huis, even je douchen en dan begint de dag. Maar hoe leuk is dat? Dus daar heb ik helemaal zin in. Maar nu ga ik even lekker ontbijten. Supplementen moet ik nog nemen. Ik neem altijd magnesium, 2 daarvan. En dan omega en simflora, dat is voor je buik. Ik heb altijd supplementen van Vitakruid. Oké, nu is het tijd voor ontbijt. En daarna ga ik lekker een ijskoffie maken. Want ik heb al 2 dagen geen koffie meer gehad. En ik heb daar echt zoveel zin in. Heerlijk. Nou, als je een tijdje geen koffie hebt gehad, is het nog leuk om even lekker je best te doen voor een lekker ijskoffie. En dan pak ik mijn laptop en dan ga ik weer aan de slag. Ik ben zo blij dat ik beter ben. En helaas is het dus geen weekvlog als in maandag tot en met zondag. Want ik was ziek. Dus het wordt weer woensdag tot en met zondag. Maar dat geeft niks, want dat is ook gewoon leuk. Nu ga ik eten, doei. Dit is het beste gevoel ever. Veel ijsklontjes. Dat geluid van ijsklontjes en heerlijk. Moet nog zoetstof in. En nog kaneel. Nu ik dit zeg, denk ik weer, ja, dat zei ik vorige week ook. Ik doe namelijk altijd zoetstof in kaneel in mijn ijskoffie. En dan denk ik weer, vinden jullie mijn vlog niet saai? Want elke week doe ik andere dingen, maar ook heel veel dezelfde dingen. Vinden jullie dat niet stom om naar te kijken? En nu ik dit zeg, denk ik, ik vind het juist altijd heel chill als iemand waarvan ik altijd de vlogs kijk, gewoon haar leven laat zien. En als ik bijvoorbeeld op vakantie gaat, vind ik dat soms minder leuk dan het gewone leven. Maar hoe vinden jullie dat? Laat het even weten, want
Daarom weet ik onzeker of mijn vlogs wel leuk zijn. Heerlijk. Oké. Ik ga lekker aan het werk. Doei jongens. Goedemorgen, het is donderdag en jullie hebben geen idee wat ik vanochtend allemaal heb gedaan. Zo cool. Oké, storytime. Ik ging vanochtend om 6 uur in mijn wekker. Toen ging ik me klaarmaken, outfit aan om hard te lopen. Running vest aan voor het allereerst, want ik ging mijn bikini meenemen. En toen dacht ik, nu heb ik een excuus om eindelijk mijn running vest een keer aan te doen. Dus bikini erin, alles helemaal check. Toen heb ik hard gelopen, wat super goed ging. Echt heel goed. Ik moest nu steeds weer 4 minuten rennen. Dus het bouwt al aardig op en het ging echt lekker. En ik ben helemaal blij dat het zo goed ging en heerlijk. Toen rende ik naar Nijstad. Dat is een plas hier waar je kan zwemmen, eten, van alles en nog wat. En toen heb ik daar gewacht op mijn moeder. Want mijn moeder appte dus gisteren, wat ik al zei, van wil je met mij een koude duik doen? Dus toen heb ik me daar omgekleed, bikini aan, zijn met water ingegaan. En het was echt, het was zo leuk. Ik zal eventjes wat shots erin zetten hierin van mijn telefoon, wat ik heb gefilmd. Het was echt zo leuk en het was heel lekker. Het was helemaal niet heel koud nog, maar we willen het dus nu wekelijks gaan doen. Dus het wordt straks waarschijnlijk in oktober, november wel heel pittig. Maar dat geeft niet, want het is lekker, het is goed voor je en het is echt zo'n lekkere duik. En wat heel leuk was, en dat wordt waarschijnlijk alleen maar mooier als het winter wordt. Op een gegeven moment toen keken ze over het water en dan zag je helemaal zo de zon opkomen. En helemaal zo'n rode bal en het was echt prachtig. Dus dat is zo'n leuke ochtend. Toen heb ik meteen gedoucht en nu heb ik vette honger. Ik ga een beetje van alles wat maken. Dus ik wil een eitje maken met maiswafels. Maar ik heb ook nog een beetje chia, banaan, kwark, pudding, hoe je het wil noemen. Dus ik ga een beetje van alles wat doen dat ik goed vol zit. Want dat kan ik wel even gebruiken. En dan ga ik lekker de podcast opnemen. En eerst nog even wat rennen met Noor. Video's maken voor mijn TikTok. En lekker de podcast opnemen. En vanmiddag ga ik gezellig met Jamil werken. Gewoon in Hoogveen, mijn tentje, gaan we lekker even samenwerken, gezellig. Want zij gaat volgende week naar Bali. Dus die zie ik pas weer als ik op Thailand ben. En zij ook. Dus dat duurt heel lang. Dus we moeten nog even lekker samenwerken. Maar eerst eten. Want ik heb honger. We doen gewoon kletsend eten maken. Wat gaan we maken? 1 ei. Een eiwit. Een beetje amandelmelk. Dit gaan we even zo mixen. Ik doe het meteen in de pan. En nu denk ik super slim. Maar ik heb natuurlijk nu geen olie erin. Ik hoop dat het niet aanbakt. Tom en ik gaan zondag naar de IKEA. Waar ik vet zin in heb. Dan gaan we ook eindelijk een keer een nieuwe pan kopen. Want onze pannen kunnen echt niet meer. Daar heb ik helemaal zin in. Want dan kan ik lekker even wat leuke nieuwe keukendingetjes halen. En ik zag heel veel leuke dingen op TikTok van IKEA, dus die wil ik ook. Het ei staat op het vuur en die gaan we gewoon een beetje zo scramblen. Een bord en een klein bakje. Dus dan kunnen we hier de rijsttafels op maken en hier het kwarkgedoe. Ik heb dus nog een klein beetje over, want mijn moeder heeft vanochtend de rest opgegeten. Dus ik heb hier, kijk, het is nog een beetje zo kwark, chia pudding-achtig mengseltje wat ik gisteren heb gemaakt. Maar het is een beetje weinig. Dus we doen hier nog wat kwark bij. En dan lekker nog wat blauwe besjes. Die ga ik dan even ontdooien. En dan ga ik maiswafels of rijstwafels maken met ei. En dan ook eentje met pindakaas. Oeh, ik word heel eng aangekeken door een kat. Ik hou echt van ei. Ik heb echt een tijdje lang bijna geen ei gegeten. Maar ik vind het zo lekker tegenwoordig. En dan vooral zo scrambled eggs. En dan is het lekker een beetje zo zacht. Melk is ook echt een goeie hoor, om er doorheen te doen. Dan wordt het altijd nog net wat meer fluffy of zo, heb ik het idee. En ik doe het vuur nooit zo hoog. Dus dan is het meer een beetje aan het koken, scrambler, dan echt aan het bakken. Oké, de blauwe bessen zijn zo wat aan het koken. Die heb ik iets te lang gedaan, maar het geeft niet. Spannend hè, jullie weten niet wat hier allemaal gebeurt. Ik zal het jullie even laten zien. En dan ga ik hier lekker van genieten. Oké, de plannen zijn gewijzigd. We gaan voor een koffiedate. En daarna ga ik gewoon weer thuis werken. Want ze is met haar neefje. Dus dat is gezellig. Die gaat lekker mee naar het koffiedate. Dit heb ik aan. En ze belt me nu. Hallo. Dankjewel. We zijn weer terug. Ik heb gezellig even een koffietje gedronken met Jamil en Nigel. En hij heeft lekker gespeeld met ballonnen, zoals je dat zag. Dus dat was helemaal leuk. Nu ga ik lekker mijn tweede koffie maken. Want thuis is het toch
lekkerder. Want waar wij heen gingen, hebben ze alleen sojamelk. En eigenlijk vind ik sojamelk niet heel lekker. En nu heb ik gewoon lekker mijn eigen havermelk. Dus lekker even een ijskoffie maken. Want ik heb dus sinds ik vanochtend die duik heb genomen, heb ik helemaal warme wangen. Alsof ik helemaal zo gloei van binnen. Maar ik denk dus dat dat komt omdat ik in koud water ging. Toen warm douchen. En nu, ja, ik weet niet. En ik heb ook helemaal rode neus. Beetje warm. Maar het geeft niet. Even random ben ik hier. Want ik ben dus opeens bedacht. Ik heb me opeens bedacht om schoon te maken. Het is 4:30 en ik dacht, oké, ik heb op zich mijn werk wat ik moet doen klaar. Ik kan morgenmiddag het weekend ingaan en denken, moet ik in het weekend schoonmaken? We gaan nu schoonmaken. Gewoon even een hele korte sessie. En dan ga ik straks koken. Daarna heb ik mijn werk gehad. En dan kan ik op de bank liggen met het gevoel, het huis is schoon. Oh jee, dat vind ik zo heerlijk. Dus ik dacht, ik ga het even aan jullie vertellen. Als jij dus nu denkt, soms heb je toch zo'n opwelling. Dan denk je, ik ga nu sporten. Ik ga nu schoonmaken. En soms dan geef je er niet aan toe. Maar geef er aan toe. Want als je eenmaal bezig bent, dan is het zo klaar. En dan ben je weer helemaal happy als je het hebt gedaan. Dus ik dacht, ik moet het even zeggen. Want jullie gaan blij zijn als je met een schoon huis of een schone kamer je weekend ingaat. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Iets van 6:55 en daarom is het nog zo donker. Dus ik heb even snel een lampje aangedaan. Ik ga lekker naar de sportschool. Eindelijk weer trainen. Het is lower body day en ik heb er helemaal zin in. En normaal ga ik op de fiets en nu moet ik met de auto. Vind ik echt jammer. Wie ben ik? Want ik haat altijd fietsen. Maar ik moet straks Tom even naar het station brengen. Anders, als ik zeg maar nu met de fiets ga, dan moet ik de fiets thuis zetten. Dan pas de auto pakken en Tom wegbrengen. Dan duurt het zo lang. En dan ben ik bang, of dan ben ik niet bang. Dan weet ik zeker dat ik niet mijn hele training af kan maken. Dus dat vind ik zonde. Dus lekker even met de auto, lekker trainen. En daarna ga ik dus Tom wegbrengen, dan even klaarmaken. En dan ga ik mezelf belonen met een leuk werkdagje in Zwolle. Daar heb ik helemaal zin in. Ga ik daar lekker werken, ik neem mijn journal mee. Ga ik even oktoberdoelen neerschrijven. Eventjes gewoon helemaal zo lekker. Het is natuurlijk bijna oktober. Zondag is het gewoon al oktober. Echt bizar. Dus dan ga ik even mijn doelen neerzetten. Eventjes wat goede momentjes van afgelopen maand. Beetje zo. En even lekker reflecteren. En dan lekker werken. Vlog editen. Bezig met de Notion. Allemaal leuke dingen. Dus ik heb hier helemaal zin in. Het wordt helemaal lekker. Een lekker dagje. Nu dus naar de sportschool. Eerst maar eventjes lekker de dag beginnen met een training. En morgen ga ik dan weer trainen. En dan zondag doe ik lekker weer een run. En dan moet ik 5 minuten rennen steeds. Dus het wordt steeds pittiger. Maar ik heb er helemaal zin in. En volgende week moet ik steeds, of steeds in ieder geval de eerste training volgende week, is dat ik 1 kilometer moet rennen. En dan even pauze en dan weer 1 kilometer. Dus spannend! Maar we bouwen al lekker op. Heel erg leuk. Oké, nu ga ik weg. Doei. Jongens, de plannen zijn helemaal veranderd. Ten eerste heb ik mezelf net echt uitgelachen. Ik zat bijna in de auto op mijn Crocs. Je hebt gewoon, als je die dingen aan hebt, niet door dat je ze aan hebt. Het zit zo lekker. En ik had ze gewoon even makkelijk aangedaan. Maar ik ga natuurlijk niet op mijn Crocs naar Zwolle. Dus die heb ik snel weer uitgedaan. Maar we gaan naar de kapper. Want ik dacht, oeh, dit is een spannend stukje. Eén moment. Ja, we gaan naar de kapper. Ik dacht, ik heb zoveel zin om naar de kapper te gaan. En ik ga het niet helemaal verven en alles. Maar ik wil gewoon zo graag even weer wat eraf. Want het is echt een beetje zo saai lang. En hier gebeurt ook niks. En ik wil misschien wel weer echt een beetje meer bangs. Dus even wat anders. En toen dacht ik, oké, ik ga naar Zwolle. Daar wil ik graag een kapper vinden. Waar ik misschien, als ik in Zwolle woon, uiteindelijk ook vaker heen kan gaan. Toen had ik dus een leuke kapper gevonden, denk ik. En toen stond er op de website dat ze geen plek hadden. Maar ik dacht, ik ga gewoon even bellen, want je weet het maar nooit. En ik heb een plekje. Dus ik ga eerst gewoon lekker naar een koffietentje, mijn werk doen, alles wat ik net zei. Dan ga ik even wandelen, even wat eten. En dan ga ik naar de kapper om 1 uur.
En ik denk dat ik om 2 uur of zo alweer klaar ben. Dus daarna ga ik dan gewoon weer lekker ergens anders met een werk op een werkplekje zitten. Want ik blijf daar totdat ik Tom kan ophalen van zijn werk in Meppel. Dus heel veel zin in. Want echt, elke keer dan doe ik het maar in een staart of een haarband. Want dan vind ik mijn haar zo saai. En ik wil gewoon eventjes weer... Even weer wat leuks, even gewoon. En ik heb geen zin om het helemaal weer te verven, want ik wil het even weer laten herstellen. Maar een knipbeurt kan al heel veel doen. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Nu ga ik lekker keihard meezingen met de muziek. En lekker naar Zwolle rijden en een lekker koffietje bestellen. Naar mijn haar, maar er is dus een heel stuk af, zoals je ziet. Het was echt hier en nu is het dus hier. En ik heb weer wat meer hiervoor laagjes en ik heb dus weer een beetje de bangs, maar ik heb ze nu nog niet echt gesteld, dus nu ziet het er misschien niet zo uit als het hoort. Maar ze zijn nog wel lang genoeg dat ik ze ook nog achter mijn oren kan doen, want dat vind ik heel chill. Ik heb echt mijn haar best vaak achter mijn oren, dus... Ik ben helemaal blij. Dat was helemaal leuk. Toen heb ik Tom opgehaald gisteren. Vond het helemaal mooi mijn haar. Want ik had niet gezegd dat ik naar de kapper ging. En toen gingen we lekker eten. En lekker chill avondje. En ik had gisteravond echt zo'n zen avondje. Dat ik ging echt vroeg. Ik ging eerst onder Gilmore Girls. Ging ik die oefening allemaal doen voor mijn schenen. Toen ging ik een kwarkje eten. En toen ging ik naar bed. En toen ging ik even nog voordat Tom ook naar bed ging lekker... Beetje wat yoga dingetjes doen. En ik ging even foamrollen. En toen ging ik lekker met mijn benen op de kop. Ging ik uit mijn boek lezen. En toen kwam Tom ook. En toen gingen we nog even lekker kletsen. En toen ging ik lekker slapen. En toen werd ik echt vet vroeg wakker. Iets voor 7:30. En toen dacht ik, ik ga er gewoon uit. En toen ging ik dus eruit. En toen ging ik lekker me klaarmaken. Ging ik lekker naar de sportschool. Dus ik heb al getraind vanochtend. Hoe laat is het nu? Het is 9:00 en ik heb al lekker getraind. En het is zaterdagochtend en ik heb havermoutjes klaar. Dus daar moet ik nu even ontbijtjes van maken. En dan lekker chill. En vandaag staat helemaal in het teken van mijn kledingkast. Het is morgen 1 oktober, dus al de zomer gaat eruit. En dan gaan we alle herfst erin doen. Dus ik ga mijn kledingkast helemaal opnieuw indelen. Liep er de hele tijd tegenaan en dacht ik, nee, Noor, je gaat het gewoon doen. En nu denk ik, oké, nu heb ik me erop ingesteld en nu heb ik echt zin in. Want het lijkt me zo heerlijk als ik gewoon mijn kast open doe. Dat ik dan al mijn truitjes lekker heb en niet die jurken en hemdjes die ik toch niet meer aandoe. En dan kan ik dat allemaal mooi in een doos stoppen. En dan de truien erin, gewoon mijn broeken weer netjes, even mijn sportkleding uitzoeken. Och, dat wordt heerlijk. Dus daar heb ik helemaal zin in. En Tom gaat vandaag de hele dag weg met zijn zus en haar vriend en zijn vader naar een feest in Den Bosch. Dus ik ben in mijn eentje. Dus ik ga lekker chill vanavond iets lekker makkelijks eten. Wat ik heel vaak doe. En dan gaan we morgen een hele leuke ochtend samen hebben. Ook een beetje middag en naar IKEA. Dus ik heb echt een heel lekker weekend. Trouwens, je zou denken, heb je het ook geverfd? Maar ik heb het dus niet geverfd. Het lijkt dus echt een beetje alsof ik het... ook weer opnieuw geverfd heb, doordat al die lagen weer zijn geknipt of zo. Dus als je twijfelt van, zou ik mijn huid verven, ga het eerst eens knippen. Want dan zie je waarschijnlijk al een heel groot verschil. Tip van Noor. Oké, ik moet er aan geloven. We gaan ervoor. We gaan de kledingkast helemaal herfst ready maken. Oké, stap 1. Ik ga alles uit mijn kledingkast halen. Ik heb hier mijn kledingkast. En ik ga alles, maar dan ook echt... alles eruit halen. Dus ook mijn broeken. Ik ben trouwens in onze kledingkamer. / mijn vriend zijn studio, zoals je ziet. Oké, maar dus gewoon echt hot. Alles eruit pakken en dan alles op mijn bed leggen. En dan ga ik helemaal alles uitzoeken. Dus de zomerdingetjes doe ik allemaal in een doos. En dan heb ik in een doos nog wat
winterdingen die doe ik dan terug. En dat ik het allemaal netjes verdeeld heb. Dus hier komen blousjes, shirtjes. En dan hiernaast doe ik altijd mijn dikkere trui en blazers. Want die heb ik ook heel veel aan in de zomer. In de herfst. En dan heb ik hier alle broeken. En dan mijn lades ga ik ook helemaal uitzoeken met sportkleding. Ik heb superveel sportkleding wat eigenlijk weg kan. Dus waarschijnlijk ga ik wat op Instagram zetten en een beetje in een tas doen. Dan kan ik die mooi naar zo'n, hoe noem je dat, is dat naar een goed doel? Dat je zo'n tas in zo'n ding kan gooien. Dus daar ga ik een beetje mee bezig. En ik zal de video soms even aanzetten, dan kunnen jullie de progress zien. Maar dit is in ieder geval before. En het is ook echt een rotzooi omdat ik steeds wist, ik ga het nog doen. Ik wil het gewoon allemaal lekker op kleur, netjes. Dingen die ik niet meer aandoe, gewoon weg ermee in plaats van maar houden. Hier ook. Die hemdjes zijn een beetje ingegooid en dit is allemaal door elkaar. Hier zitten allemaal jurken. Nou, ik ga echt geen jurk meer aandoen. Dus dat kan lekker allemaal weg. Ik ben nu al blij. Als het klaar is, dan wordt het echt heerlijk. Hier is trouwens een kast met mij erop van vroeger. Al mijn kleding ligt op mijn bed en de dozen van de zomer- en winterkleding moet ik nog erbij pakken. En dan ga ik alles organiseren. Dit wil ik houden, dit moet weg, dit is zomer. Meteen zomer in een doos doen, want dan is het weg. En zo gaan we een beetje aan de slag. Op dit moment denk ik altijd, oké, waar ben ik aan begonnen? Maar het komt goed, geloof mij maar. De kast is helemaal leeg. En ik ga het straks laten zien als die weer helemaal vol is. Ik heb nog een tactiek. Pak zo'n ding als je dat hebt. Want ik zet hem altijd neer. Ik zet die dan altijd neer. En dan maak ik zeg maar per stuk. Dus truien, blazers. Doe ik even alles hier op wat ik wil houden. En dan in een hoek wat ik niet wil houden. Dus dan hou je een beetje een soort van overzicht. Maar dan hoef je niet alles op de grond te gooien. Want je wil alles natuurlijk aan hangers. Dus deze opzetten en dan heb je alweer een extra organized tool. Ik hoop dat deze video jullie gaat motiveren om dit ook te doen. Want, hoezo krijg ik dit ding niet uit? Ja, want het is morgen oktober, dus je moet wel. Het is heerlijk als je dan de herfst kan beginnen met gewoon, dat je gewoon je kast open doet en dat je denkt, ja, die trui doe ik aan, dat doe ik aan. In plaats van dat je denkt, deze jurk ga ik niet aandoen, waar zijn mijn truien? Dat is super irritant. En ik heb besloten dat ik nog een ijskoffie mag, want dit is een aardige taak. Dus daar hoort een ijskoffie bij. Nu kunnen we beginnen. Ijskoffietje is klaar. Let's go. Ik was deze helemaal vergeten dat ik deze heb. Maar ik ging hier dus vorig jaar elke keer mee naar de sportschool. Dit is het allerleukste en lekkerste ding ever. Deze is dus van Gina Tricot. Ik denk niet dat ze hem nog hebben, maar hoe heerlijk is dit? Oh, ik heb zin om dit allemaal weer aan te doen. Maar het is nog veel te warm, want als ik naar buiten kijk schijnt de zon. Maar deze hangen we zeker voor in de kast. Als het straks kouder wordt, zocht op de fiets naar de sportschool. Niet mis. Oké, we zijn ver. De herfstdingetjes zijn klaar. Hier heb ik nog wat dingen liggen. Nou ja, wat dingen. Veel te veel nog. Dat moet allemaal in de zomerdoos. Dat moet ik allemaal opvouwen in de zomerdoos. Dat gaat nooit passen, dus ik moet nog een doos. Dat ga ik allemaal een beetje wegdoen. Slash weet ik het wat ik ermee ga doen. Maar ik heb honger, dus ik ga even eten en dan ga ik dan de rest doen. Maar, let u op. Tada, allemaal truien. En ik heb het helemaal lekker. Dit zijn zeg maar echt een soort van gebreide truien. Dan hebben we hier wat meer van die sweaters. En daar nog twee spijkerjasjes. En dan hemdjes die ik soms onder mijn trui doe. En langere hardloopkleding.
En hier nog wat shirtjes. Geen idee of ik dat aandoe, maar misschien dat ik dat nog een keer aan wil in de herfst. En dan wat lange mouwen dingetjes. Wat blouses. En dan hebben we hier alle blazers. En dit zijn mijn broeken. Best weinig. En hieronder doe ik dan nog een chill broek. Hier weet ik nog niet, want ik ga ook nog mijn hele sportla uitzoeken. Dus misschien dat ik dan ook nog wel denk, oké, ik doe wat leggings voor de sportschool hier. En dan komt hier een soort van hardloop, weet ik het wat. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Maar ik heb nu te veel honger, dus ik ga eerst eten en dan ga ik het afmaken. En ik ben al helemaal blij dat ik zo ver ben gekomen en dat het echt... Uiteindelijk viel het best wel mee. I am back. En ik ben eindelijk klaar. En het is 4 uur. Ik heb gewoon de hele dag mijn kast gedaan. Maar nu ben ik zo blij dat ik het heb gedaan. Want ik had in de slaapkamer ook nog een doos staan met wintertruien. En dan een pakket die terug moest. En alles heb ik gefixt. Ik heb in de tuin hebben we zeg maar zo'n overkapping. Daar heb ik zakken met kleding neergegooid. Dan kan Tom die mooi naar zo'n ding brengen. En dan heb ik nog een stapeltje waarvan ik denk, die zijn echt nog mooi. Die ga ik online zetten. En dan heb ik nog een stapeltje voor vriendinnen. En ik ben echt trots op mezelf. Het is echt helemaal heerlijk. Ik kwam er wel achter dat ik weinig broeken heb. Nu heb ik laatst een nieuwe grijze pantalon besteld bij Naked. Dus als die binnenkomt, misschien is dat één voor op de stapel. Verder ben ik best content. Ik kwam nog een paar truien tegen die ik was vergeten. Dat is echt zo leuk, want dan denk ik, oh, ik heb ze nog niet meer aan te doen. En toen ben ik dus even naar de winkel gegaan. Ik dacht, ik ga meteen het pakketje wegbrengen. Dan, ik zal dit ding trouwens even afdoen. Ik zag trouwens in mijn weerspiegeling, had ik zo die koptelefoon op en dan mijn staart met mijn nieuwe haar. En dan is het meteen weer gezelliger, snap je? Wat springeriger, ook als ik een staart in heb. Dus daar ben ik echt blij mee. En ik ben blij mee dat dit toch net in een... Het zit niet echt in de staart, maar ik kan het wel wegwerken. Dat is echt chill. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik ben dus opeens fan van deze, van Bose. En dan doe ik ze in de magnetron met een beetje zoetstof en een beetje kaneel. En dan op je kwark. Of gewoon op je havermout en dan smelt ze vanzelf. Dit koop ik ongeveer altijd. Dit vind ik echt heerlijk. Paprika. Even wat groentes voor mijn eten vanavond. Mijn telefoon. En dan hebben we hummus. Maar ik had zo'n bonus 2 voor zoveel euro. Dus toen dacht ik, ik ga deze ook meenemen. Spreads en dip roomkaas met geitenkaas en rode biet. Dan lekker broodjes. Want dacht ik, dat is leuk. Dan kan ik morgenochtend lekker broodje eten. Vanavond ga ik hier een van de eten we gaan eten. Of misschien morgenavond lekker bij het eten. Weet ik het wat. Of dat we wat overblijft deze week een keertje met soep. Gewoon lekker. Je weet het niet. Dan hebben we lekkere skier met karamel. Voor mijn avondkwarkje. In het weekend koop ik dus heel vaak een specialere kwark. Dat vind ik dan heel lekker. En dan heb ik in het weekend zo'n speciaal ding. En dan door de week eet ik eigenlijk gewoon altijd lactosevrij kwark. En dan heb ik nog deze. Het heet AHA Pluo Los. Maar volgens mij is het gewoon een soort grote pruim. En die zijn echt vet lekker. Laatst ontdekt, vorige week. Volgens mij was dat ook op de vlog. Dus vanavond wordt het een heerlijk kwarkje met die en die. Of met de frambozen. Dat kan allebei nog. En natuurlijk een lekker... colaatje. Oh, ik vind het zo lekker. Uit een blikje is echt de shit. Uit een klein flesje... doe maar water. Uit een blikje... I am here for it. Dat was het. Dus ik ga even mijn koelkast inruimen. Even lekker op de bank chillen. Want ik heb gewoon de hele dag ongeveer gestaan. Al mijn kleren uitgezocht. Alles deed ik natuurlijk staan. Logisch. Dus en ik heb wat video's gemaakt ook om een leuke reel te maken. Dus die ga ik ook even lekker editen. En dan vanavond heb ik bij mezelf afgesproken dat ik lekker ga chillen. En niet werken. Niet vlog editen. Dat doe ik morgen alweer. Aan het eind van de dag. Want eerst hebben we natuurlijk een leuke zondagochtend. En nu ga ik lekker een avondje chillen. Thank you.
Bye.